Almere krijgt een droge voorziening. Een plek waar mensen terecht kunnen nadat ze zijn afgekikt en voordat ze naar huis gaan. Een plek waar je de eerste paar maanden steun aan elkaar hebt. We hebben contact met Marieke Nelis van het Advies Sociaal Domein. Ze behartigt de belangen van de mensen die hulp nodig hebben in de stad Almere. Ja, Marieke, een droge voorziening. Waarom is dat er eigenlijk nog niet? Want het klinkt zo logisch. Ik heb ook geen idee waarom het er nog niet is. Ik weet wel dat we zijn zeg maar hierop gekomen vanwege de cliëntenraad van Quintus. En ze waren al een paar jaar daarmee bezig. Mensen die nu een droge voorziening nodig hebben, die kunnen naar Amersfoort of naar Amsterdam. Maar in Almere was dat nog niet. Nee, want we hebben het dus over mensen die drugsverslaafd zijn eigenlijk, maar wel zijn afgekikt. En dan is het dus heel lastig als je uit dat afkikproces komt, dat je dan meteen weer naar huis gaat in je eigen omgeving en dan meteen misschien weer in oude patronen terechtkomt. En daar is dan zo'n droge voorziening voor bedoeld, toch? Dat klopt. En in die droge voorziening gaan mensen dus gewoon weer eigenlijk hun dagactiviteiten doen. Hè. Sommigen gaan naar hun werk of vrijwilligerswerk of iets anders. En dat zit dan precies tussen de afkikkliniek en de thuissituatie in. En daardoor kunnen mensen ook langzamerhand weer daaraan wennen. En het duurt ze kunnen daar een paar maanden verblijven. Over het algemeen slapen ze ook met meerdere mensen op een kamer. Hè. Je hebt een tweepersoonskamer, zodat je eigenlijk continu in de gaten wordt gehouden. Want zo'n droge voorziening heeft wel een... Als je dan betrapt wordt op gebruik, dan word je er ook meteen uitgegooid. Dus het is een behoorlijke stok achter de deur om die afkik, zeg maar, goed vol te kunnen houden. En is er in Almere zo'n grote behoefte aan? Zeker is daar een grote behoefte aan. Het is een beetje onduidelijk hoeveel mensen daar precies natuurlijk van gebruik zullen gaan maken. Maar ik denk nu we er in Almere één hebben, zal het ook beter gaan. En droge voorzieningen, die hebben een redelijk succescijfer ook. Dus ik hoop dat terugval gaat voorkomen. Ja, want hoe lang zit je eigenlijk in zo'n droge voorziening? Een paar maanden. Sommige mensen, ik denk tot max een half jaar. En daarna komen de volgende cliënten weer. Ja, nou heb jij een ongevraagd advies uitgebracht aan de gemeente Almere met de boodschap: start nou zo'n droge voorziening. Hadden ze daar nou eigenlijk meteen oren naar? Nou, dat is heel grappig, maar eigenlijk wel. Dus dat was heel erg fijn dat de gemeente ons advies zo snel heeft opgepakt. En in elk geval met twee spelers rond de tafel is gaan zitten. Amethysten en het Leger des Heils, die zijn nu bezig om stappen te zetten naar zo'n droge voorziening. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, want je zei eerst van het is er al in Almere, maar dat is er dus nog niet. Het moet er komen. Wat heeft dat dan ooit dat tegengehouden dat het misschien ontzettend veel geld kost om dat op te richten? Dat daarom de gemeente het nog niet heeft? Nee, dat valt allemaal wel mee, want over het algemeen wordt het betaald uit een PGB. Hè? Dus dat betekent dat cliënten dat zelf kunnen regelen. Nee, ik denk dat het meer te maken heeft met dat meerdere instellingen met elkaar moeten samenwerken. Dat er ook meerdere geldstromen bij betrokken kunnen zijn. En dat is het eigenlijk. En misschien was er eerder nog niet zo'n behoefte aan. Gingen de meeste mensen naar Amsterdam of ergens anders. Maar het is natuurlijk veel fijner om dat in Almere te hebben. Zodat je ook naar je dagactiviteiten kan in de buurt. Nou, had je dit dus gedaan naar aanleiding van een gesprek met de cliënten van Quintus. Hè? Kon je dus terug naar die cliënten en zeggen: ik heb het gewoon even geregeld. Hoe werd erop gereageerd? Nou, laten we even zeggen, ik heb het niet allemaal geregeld. De gemeente heeft het goed opgepakt. En de medewerkers van Quintus zijn ook betrokken geweest bij het advies. Die vragen we zeker ook om mee te denken. Maar die waren natuurlijk hartstikke blij. Want soms is het vanuit de cliënten best wel lastig om de wegen te weten. En weet je, ze zitten wel in vergaderingen en dan wordt het dan genotuleerd. En dan komt het niet verder. Maar als wij als ASD een advies uitbrengen, dan moet de gemeente daarop reageren. Dus dat is heel fijn. Ja, mooi. Die waren hartstikke blij. Geluk dus. Ja. Op naar je volgende ongevraagde advies. Heb je al enig idee?
Nee, nog niet. Maar we zijn met de ASD enorm druk bezig. Er komt van alles aan. We houden ons bezig met de wijkteams, met de WMO, met echt van alles op al het gebied van sociaal domein. En daar geven wij ook gevraagd advies. Hè. De gemeente die vraagt ook aan ons of wij advies willen geven en dat bij de cliënten van Almere op kunnen halen. Dus dit is niet het laatste advies. Er komen er nog veel meer. Ja. En dan kom ik natuurlijk bij jullie weer erover vertellen. Natuurlijk, Marieke, dat dan mag je meteen komen doen. Want heel fijn voor iedereen in Almere die te maken heeft met verslavingsproblematiek. Er komt dus een droge voorziening, straks een soort tussenplek tussen de afkeerkliniek en je huis. Zodat je toch wat makkelijker, zachter landt weer terug in de maatschappij. En dat je dan gewoon je leven weer kunt oppakken. Marieke Nelis van Advies Sociaal Domein in Almere, hartelijk dank.